Van Hoog, 37 jaar, CEO bij een investeringsmaatschappij. Morgen heeft hij een soort geheime afspraak in een park hier in Amsterdam. Als alles goed gaat, heeft hij een koffer bij zich met daarin 2,1 miljoen euro. De precieze locatie zit in deze envelop. Bewaking bij zich? Nee, ik heb het uitgezocht. Hij is helemaal alleen, niemand weet ervan. En zelfs zijn vrouw denkt dat hij in Brussel zit voor een zakenbespreking. En hoe laat moeten we er zijn? Om 2:30. Dus we moeten zorgen dat we op tijd zijn. Oké, laten we maar gaan over dat we opvallen. Er is helemaal niks gebeurd. Geloof je het zelf? Ik probeer het je alleen maar uit te leggen. Nee, dat hoeft niet, want ik heb genoeg gehoord. Waarom moet je altijd overal iets achterzoeken? Hou je bek! Vuile leugenaar ben je. Doe nou niet zo, laat het me alsjeblieft even uitleggen. Nee, ik heb volgens mij genoeg gehoord. Weet je wat ik niet begrijp? Na alles wat we hebben meegemaakt en gepland, dat je dit nu flikt. Er is helemaal niks gebeurd. Je snapt toch wel dat we hier niet kunnen blijven? Of ben je echt zo dom?
En je houdt zeker ook nog van hem, of niet? Ik begrijp gewoon niet waarom dit nu gebeurt. Nu! Ben je wakker? Hé! Wou je wat zeggen? Oh, je wou wat zeggen. Ik kan je niet verstaan. Wat zei je? Wat is? Ik... Oh, maar er zit iets in je mond. Wat wou je zeggen? Gadverdamme, kutwijf. Stop die prop gewoon terug in je bek. Voor jou hoef ik zeker niks meer te horen! Wat ben je nou met je leugentjes, hè? Oh, je bent boos. Je bent boos. Na al die leugens ben jij boos. Ik ben hier degene die boos moet zijn! Als jij niet zelf kan kiezen, dan moet ik het maar voor je doen. Zal ik je ogen eruit trekken? Hé, zit nou stil! Of wil je misschien liever branden? Park, 3 uur.